vuurwerk tijdens de Aegon Future Cup op het veld bij Ajax onder andere, maar ook op de tribune bij Beşiktaş tegen Desportivo Brazil. En gesteund door de fanatieke aanhang ging Beşiktaş voortvarend van start. Hier eerste kans van de wedstrijd, een prima kans voor Alperen Doğan. Maar aan de andere kant is het Desportivo Brazil. En hier met de 1-0 van Ademir. De nummer 11 van de Brazilianen zorgt voor de voorsprong. Desportivo gekomen via een kwalificatietoernooi georganiseerd door Montserrat Aegon. En hier in de tweede helft weer Ademir en 2-0. De rebound onberispelijk hard binnengeschoten. Maar ondanks dat nog steeds de fanatieke aanhang van Beşiktaş luidruchtig aanwezig op de toekomst. Maar dat mocht niet baten, want hier is het weer Ademir. Ademir tegenover Tunca. Tunca redt, zo lijkt het, maar nee, hij gaat er toch in. En Ademir die schaamt zich een beetje, terwijl dat niet nodig is met 3 doelpunten in 1 wedstrijd. Een hattrick voor Ademir. Het wordt uiteindelijk 4-0. Vanaf de aftrap is het hier Beşiktaş met het balverlies. En de aanval van Desportivo Brazil, die wordt binnengewerkt door Renato. En zo wordt het 4-0 voor Desportivo Brazil.